Beste kijkers, in de congreshal vond de launch plaats van de HBO overheidsmanagementopleiding. De bedoeling van deze opleiding is om meer HBO-kader te hebben binnen het overheidsapparaat. Kijkt u verder met ons mee naar het volgende verslag. Wanneer wij de zorg voor het functioneren van het overheidsapparaat projecteren op de snel veranderende wereld, waarbij scholing een belangrijke plaats neemt in het arbeidsproces, de stappen om te geraken tot een excellente overheid en onze ambities om Suriname om te vormen tot een duurzame kenniseconomie, dan is het opzetten van een HBO bestuurskunde en overheidsmanagement door het ministerie van Binnenlandse Zaken evident. De overheid verzorgt als structureel algemene opleiding voor landsdienaren. De landsdienaren die de opleiding kunnen afronden, hebben dan een diploma op MULO-niveau of MBO-niveau op zak. De behoefte aan hogere scholing en opleiding van landsdienaren in verschillende functies is merkbaar. We hebben gezien dat er zich meer personen hebben aangemeld voor de opleiding dan wij kunnen onderbrengen. Ik wens de studenten alvast een leerrijke periode toe met een hoge participatiegraad en uitstekende resultaten. Docenten, medewerkers, ook u wens ik succes toe. Nou, de bedoeling is om op de eerste plaats te zorgen ervoor dat wij uit onze vele ambtenaren die we hebben op middelbaar niveau, dat we ze de gelegenheid geven niet alleen zich verder te verdiepen op hoger niveau, op HBO niveau, omdat wij simpel als overheid de taak hebben, in elk geval als ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de taak om te zorgen ervoor dat de ambtenaren worden opgeleid. We hebben het al nu op lagere niveaus en we wilden die aansluiting op een veel hoger niveau, maar we weten dat er een lacune is in wat we nu aan kader hebben. Er is een wet op hogere opleiding, om het zo te zeggen, hoger onderwijs, waarbij dus er sowieso wordt gesteld dat opleidingen moeten worden geaccrediteerd door NOVA. En het kan niet anders dat wij ook als overheid het proces hebben ingezet tot accreditatie. In ieder geval de eerste horde, en dat is dat wij in de Raad van Ministers al goed hebben gekeurd dat deze opleiding wordt geaccrediteerd, dat de middelen vrij worden gemaakt en dat het proces wordt aangevangen, toets nieuwe opleiding. Oké, en als zo'n student zo'n volledige opleiding afrondt, wat is dan de titel van zo'n student? Nou, het is een bacheloropleiding, HBO-opleiding. En dan word je bachelor in bestuurskunde en overheidsmanagement. En hoeveel inschrijvingen zijn er al? Laat me zeggen dat het heel storm is geweest. Heel storm, wat wij ook hadden verwacht. En niet op basis van sectorwetenschappelijk onderzoek, hoor, maar gewoon op basis van empirie. Op basis van wat wij zelf in die praktijk als beleidsmakers meemaken en horen van het veld. En dat de behoefte... En je merkt ook dat wij op de verschillende ministeries een tekort hebben aan hoogkader. Enkele ministeries ligt het heel dicht bij 10%. Op Binnenlandse Zaken zitten we op ronde 32%. Hou me ten goede, de rest is lager. Dus u begrijpt dat wij sowieso weten dat er een zware behoefte is voor ons om geschoolkader of gekwalificeerd kader op hoger niveau te hebben. Maar tegelijkertijd smachten de ambtenaren ook om die opleiding te volgen, omdat er toch wel euveltjes zijn, barrières zijn, om zich op andere instituten in te schrijven. Zoals we weten dat dan bijvoorbeeld in dit geval is het een avondopleiding en andere opleidingen zijn overdag, waar ze moeten werken. Dus dat gaat moeilijk.
Wij gaan van de mensen eisen. Nou ja, eisen, maar de mensen in elk geval komen in een traject waar ze moeten afronden. Waarom? Gewoon simpel het feit dat deze opleiding voor een zeker 80% gesubsidieerd wordt door de overheid. Als je kijkt naar het inschrijfgeld, liggen wij 1500. Als we kijken naar de kosten daar tegenover per student, dan zitten we zeker, moet u maar zeker 75% meer. Hè? En dat kunt u ook gaan benchmarken en vergelijken met wat andere instituten op soortgelijk niveau geven. Dat ligt hier dicht bij de $1500-$2000. Maar wij zitten op SRD. Dus wij stoppen, wij financieren dat geheel, om het zo te zeggen. Of subsidiëren de ambtenaren, om het zo te zeggen. En dat betekent dat de mensen eigenlijk hun beste beentje niet alleen moeten voorzetten, maar te doen. Alhoewel wij een concept hebben waarbij er met coaches gewerkt zal worden, de begeleiding. De studenten zullen niet aan hun lot overgelaten worden om het niet af te ronden. Maar twee baat hebben erbij dat die studenten het afronden. Wordt zo'n opleiding ook bekrachtigd bij wet? Zoals we nu de VAAO, dat is de ambtenarenopleiding op middelbaar niveau, hebben we sowieso bij resolutie. En dat betekent dat wij ook deze opleiding, en aan de andere kant, als we het accrediteren, is die ook erkend. In feite, het feit dat het ministerie van Binnenlandse Zaken de opleider is in deze, past het binnen ons niet alleen taakstelling, maar het is binnen onze juridictie. Dus de mensen kunnen alvast weten dat op de eerste plaats een volwaardige HBO-opleiding is. En er zijn kaders, er zijn accreditatiekaders, er zijn kaders waarin opleidingen moeten voldoen. En wij zullen dan functioneren binnen die kaders. De vereisten, de commissie selectie studenten HBO heeft gewerkt met het schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken. Die heeft gericht naar collega-ministers, waarbij is aangegeven van beleidsadviseurs, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers. Die komen sowieso in de selectie. Dus als je weet van ik ben een beleidsmedewerker, je geeft je op. Er zijn twee soorten van aanmeldingen geweest. Eén is voordracht vanuit ministers. Tweede is vanuit een preselectie vanuit de afdeling vorming en opleiding. De roadmap van naar een excellente overheid, zoals de minister aangaf, die sinds 2016 in Suriname behoedzaam wordt doorgevoerd, is gebaseerd op het Baltrige Performance Excellence model, waarbij human resource management centraal staat. Het gaat hierbij om identificatie, ontwikkeling, versterking en behoud van kennis, kunde, capaciteiten, skills en ervaring van onze landsdienaren. Dit model is een volledig geïntegreerd managementraamwerk dat uitgaat van een holistische en systeembenadering voor het transformeren en verbeteren van onze overheid met een nadruk op integratie, innovatie, resultaten en duurzaamheid. Het is het vermelden waard en het vermelden waard dat er op drie ministeries dus nu, te weten ministerie van Binnenlandse Zaken, Natuurlijke Hulpbronnen en Handel en Industrie, een aanvraag of een aanvang gemaakt is met de implementatie van het bovengenoemde model. En excellence, die roadmap. De transformatie van onze overheid verwijst dat medewerkers een andersoortige, zou je kunnen zeggen, competenties. En dan kunnen we praten over vakkundigheid, resultaatgerichtheid, besluitvaardigheid, samenwerken, ondernemend gedrag ook. Want u weet, onze overheid zit zo ver in die economie. En we zijn het grootste bedrijf in het land. Soms, als het bedrijfsleven ons aanspreekt, ja, maar we zouden het corporate moeten draaien. Men vergeet dat wij zoveel in die economie zitten en spin-off creëren. Eén principe het grootste bedrijf zijn met de meeste werknemers. En dat wij dus met de opleiding HBO bestuurskunde en overheidsmanagement, zo begrijp ik dat het de titel draagt, zal bijdragen tot vergroting van de aanwezige kennis
De kennis is bij u. En capaciteit van onze landsdienaren waarbij de eerder door mij genoemde competenties als uitgangspunt moeten dienen. Deze opleiding is volledig in lijn met het uitgezette traject. Dat wij hebben roadmap naar een excellente overheid. Ik wil me dan ook specifiek richten tot die studenten, als ik het zo mag noemen. Want uiteindelijk als student, u bent altijd student zeggen we. Wij zijn allemaal altijd studenten. Maar die nu de opleiding zullen aanvangen als toekomstige studenten. Wat we dus hebben, is een hele grote belangstelling die we gemerkt hebben. Voor deze opleiding binnen onze ambtenarenkorps. En dat is geconstateerd door de minister, denk ik, 10 maal meer aan een behoefte die we kunnen voorzien. U moet zich wel realiseren dat u centraal staat binnen deze opleiding. U zult zeer assertief moeten zijn, omdat u en u alleen ervoor kunt zorgen dat alle handvatten die aan u zullen worden aangereikt, u tot uw eigen zal moeten maken, door u worden geïnternaliseerd, zouden we zeggen. Terwijl u gelijktijdig bezig bent met uw beroepscompetenties te ontwikkelen en te versterken. Wat u hebt aangeleerd zal u moeten delen in uw werkplek, zodat uw omgeving ook met u meedenkt, mee zal ontwikkelen en mee groeit en zoals we willen mee verandert. Vanmorgen heb ik ontvangen het team. En ik hoop dat Akof niet gelijk had, want hij zei elke verandering is mogelijk mits de inkomens ook omhoog gaan. En hopelijk heeft hij niet gelijk, maar dat is wel een fenomeen. En als ambtenaar, als landsdienaar, die woont met volledig hart en ziel werken om de overheid te versterken en die functie te kunnen vervullen in die staatszorg, denken we toch nog van, wat gaat dat met opleveren aan verbetering in onze positie? We kennen Viso. Wat gaat dat inkomensverbetering zijn? Dat is een vraag die we ons kunnen stellen. Aan de andere kant, anderen zouden zich afvragen, nou kijk, we zouden buiten ook een opleiding kunnen doen, dat is veel moeilijker, maar vanuit de overheid een HBO-certificaat of een niveau, geeft ons ook meer vertrouwen dat er meer competenties zijn breder inzetbaar. Sommigen gaan voor een diploma. Maar een organisatie creëert waarde. Een waardecreatie. En ik denk dat we een hele spannende en uitdagende tijd leven. En ik denk dat dit voor de studenten belangrijk is. Omdat, ik sprak nog met het team en ik zei, realiseren wij dat wij terwijl we deze opleiding draaien, naar de eindcompetenties kijken, we planning ook veranderen. Ons heel planninginstituut verandert, alle ministeries krijgen planningsunits. Gaan we niet moeten waken dat we de eindcompetenties die u straks zult moeten ontwikkelen, zullen veranderen in tijd? En dat gaat ook gebeuren. Ik geef u de uitdagingen weer. Excellente overheid gaat producten, diensten, processen allemaal beschrijven. Er gaat een hele nieuwe overheid gepresenteerd worden binnen 3-4 jaar aan ons. Moet bij wet vastgelegd worden. Wat gaat uw rol daarin zijn? Wat gaat uw rol zijn in de nieuwe manier van plannen? We zijn niet meer in de tijd van Cons. Wat gaat onze nieuwe manier zijn van plannen? Wat gaat uw bijdrage daarin zijn? O studenten. Er gaat een heel nieuw HRM-beleid zijn. Gaan we nog bij VISO? Of gaan we de lessen van VISO en ABB nemen? Gaan we naar VISO 3 of wat dat ook mag zijn? Er gaat een nieuw functiewaarderingssysteem komen. Wat gaat uw rol daarin zijn? Met andere woorden, ik gaf aan, wat mijn idee is, en dan heb ik dat ook gevraagd en voorgelegd, dat wij dit cohort, is het dit hè? Ja, dat wij erop letten dat wij uit deze mensen de waardecreatie die wij hier creëren, toch wel leiders gaan moeten hebben. Waarom dat zo is? Als we zoveel trajecten van verandering tegelijkertijd gaan doen, moeten we waken dat de mensen die in dit cohort zullen afstuderen, dat die ook een change manager zal zijn on the spot, in de functie. We denken dat met de goede begeleiding vanuit het ministerie en vanuit het team, wij mogen realiseren dat we over 4 jaar zullen zien een nieuwe overheid, nieuw functiewaarderingssysteem, nieuwe wijze van plannen en leiders in de ambtenarij die dat nieuwe systeem geïnternaliseerd hebben en kunnen overdragen naar de volgende generatie van landambtenaren.